Ik ben echt zo allergisch voor katten. Als ze iets te lang bij mij in de buurt zijn, dan gaat alles jeuken. Mijn keel, mijn neus, mijn oren, mijn ogen worden rood. En dat is echt heel rot, want ik hou superveel van katten. Dus ik zou heel graag willen weten wat de reden is dat ik op deze manier reageer. Ik ga kijken of kracht kan komen onder hypnose. Kun je uitleggen wat het eigenlijk is, een allergie? Een allergie wat op latere leeftijd komt opzetten is eigenlijk dus een verbeelding van het brein, zeg maar. Wat je nu hebt, dat jeuk en dat niezen, tranende ogen, dat ontstaat door een koppeling die jij destijds dus waarschijnlijk hebt gemaakt omtrent katten. En op het moment dat we dat stuk gaan herbeleven en vrijlaten, zul je zien dat je katallergie ook zal weg zijn, eigenlijk zodoende. Ja, dus eigenlijk heb ik dus ergens ooit iets meegemaakt, waardoor mijn lichaam denkt van, als er een kat in de buurt is, dan ben je in gevaar. En dan gaat er dus allerlei stoffen en dingen aanmaken. Precies. Dus we gaan terug naar het verleden, iets in mijn onderbewustzijn weer rechtzetten. Ja. En dan zou het dus ook eigenlijk opgelost moeten zijn. Ja. En hoe ziet de sessie er zo meteen uit? Wat gaan we precies doen? Eerst ga ik je begeleiden naar een diepe staat van trance. Ja. En op het moment dat we zeker weten dat we daar zijn, dan gaan we een regressietherapie, waarbij we echt dat moment gaan herbeleven en teruggaan naar het eerste moment. Wat er ook gebeurt, laat het maar gewoon helemaal gebeuren. Zo. Gewoon alles over me heen laten komen. Ja. Oké. Het is belangrijk dat je nooit je benen kruist. Dus je handen boven het tekentje, zodat ik ze altijd even kan zien. En terwijl je naar de achtergrondmuziek luistert, mag je even focussen op het puntje in mijn hand. En blijf maar kijken. En hoe langer je kijkt, hoe zwaarder je oogkleppen worden. Heel goed. En terwijl je diep ademhaalt, hou je adem even vast. Hou je adem even vast en sluit je ogen. 1, 2, 3, ogen open. En sluit, ogen open. En sluit, ogen open. En sluit heel goed. Verdubbel je ontspanning. Voel maar hoe je rechterarm helemaal verstijft in de lucht. Alsof er een anker in je elleboog zit. Voel maar en laat je rechterarm helemaal verstijven. En ik wil jullie meenemen naar het allereerste moment. Het allereerste moment dat de kattenallergie is begonnen. 1, 2, 3. We zijn daar aangekomen. Ben je alleen of samen? Heel goed. En met wie ben je samen? En waar zijn jullie samen met je moeder? Heel goed. Jullie zijn thuis. En wat zijn jullie samen thuis aan het doen met je moeder? Heel goed. En waar praten jullie over op dit moment? Waar is Demi? En wie is Demi? Heel goed. Laat het maar helemaal stromen. Laat het helemaal stromen. Heel goed. Hoe voelt Senna zich? Vertrouwen. 5. Ogen open. Helemaal terug. Welkom terug. Dankjewel. Graag gedaan. Zo. Hoe voelde het? Ik had tijdens de sessie jeuk aan mijn hand, maar ik weet nog niet of het een dekentje misschien tegen mijn hand aankwam of zo. Maar ik had echt onwijze jeuk. Oké, nog steeds? Ja.
ziet het ook. Ja. Zie je dat? Ja. Zo gek. Zo gek. En als je eventjes je ogen dicht zou doen, even je hand. Focus je maar eventjes op je hand en voel maar hoe je jeuk langzamerhand helemaal wegtrekt. Zo dadelijk bij de derde tel staan, is je jeuk helemaal weg. En voel je helemaal geen jeuk meer. Daar gaan we. 1, 2, 3. Voel maar. Ogen open. Is je jeuk weg? Ja. Perfect. Bizar. Hoe voel je? Hoe was het? Hoe was de ervaring? Zo. Het voelde heel goed. Het was heel ontspannen. Op een gegeven moment, ik was echt 1 of 2 seconden was ik heel even weg. Mm-hmm. Omdat ik nog weet dat je zei van afdeling A of onderdeel A. Ik weet alleen nog maar dat ik echt net terugkwam op A. Dat ik dacht van, wat zei ze nou dat ik moest doen op A? Ja. Zei ze dat ik moest doen op A? En toen zei je A en toen zei ik A. Dus ik wist kennelijk wel wat je had gezegd. Het was wel geregistreerd. Ja. Maar dat was heel gek. Dus daardoor wist ik wel echt van, oh wacht even, ik ben heel ergens anders. Want ik denk dat ik niet bewust ben of dat ik informatie mis. Maar het is allemaal gewoon geregistreerd. Precies. Dus dat was... Het onderbewustzijn is sneller dan het bewustzijn en weet precies wat er gaat gebeuren en wat eruit moet komen. Dus we kwamen ook op hele mooie momenten eigenlijk in de regressie, dat weet je nog wel. Laten we het daar even over hebben. Ja, even lastig. Tuurlijk. We zijn 2 uur weg geweest, dus ook normaal dat je plaats vol zit, toch? Ik voel me slaperig. Dat is het. Je voelt je moe, want je bent op een verre reis. Ja, ik ben echt een beetje... Je moet even weer bijkomen. Een beetje specie. We zijn op 3 momenten eigenlijk terechtgekomen. Wat wij hebben gezien is voornamelijk dat het gevoel dat er een diep verdriet zat omtrent eigenlijk buiten de katallergie. Ja. Hoe heb jij het zelf ervaren? Hoe vond je het? Zo. Kunnen we even muziek uitzetten? Tuurlijk. Ja. Het was heel gek, want ik voelde me heel erg bedrogen. Oké, wacht. Dus. je stelde me vragen en op een gegeven moment zag ik mezelf in een gesprek zitten met mijn moeder aan tafel. Mm-hmm. Thuis in Den Bosch. Ja. En we hadden een gesprek over onze kat. Ja. En ik denk dat de vraag was waar de kat was. Ja. En ze gaf antwoord, maar het antwoord dat ze gaf... Ja. Gaf me het idee alsof ze niet helemaal eerlijk was. Mm-hmm. En ik denk dat ik als kind gewoon echt een hele diepe connectie had met de kat die we hadden. Ja. En op een gegeven moment is die kat weggedaan... Ja. Ja. Maar er werd gezegd dat het weg was gelopen. Maar ik denk dat het weg is gedaan. Mm-hmm. En daarin, ik denk dat het een combinatie is van de kat die weg was. Mm-hmm. En dus als kind een gevoel van eenzaamheid of zo. Maar ook tegelijkertijd dat bedrogen gevoel van... Ja, je weet wel waar het is, maar je wil het me niet zeggen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een combinatie is van die twee dingen. Ik vond het wel heel gek hoe je net... Want ik had dus echt tijdens de sessie jeuk aan mijn handen. Precies. Ja, je ziet niet echt iets, maar... Ik had super veel jeuk en dat het dan in 1 knip gewoon weer weg is. Weet dat je gedachten het creëren. Ja, dat zeg ik ook altijd van alles zit in je hoofd en we creëren alles in ons hoofd. Maar... Weet dat alles tussen je oor zit en je gedachten vormen een perspectief van je gedachten. En of het nou gaat om stoppen met roken, fobieën, angsten, afvallen... Alle problemen die je maar kan bedenken, kan je terecht voor hypnose. Ja. En met 1 knik, alles is weg. Echt, it's a matter of change of perspective. Ja. En dan weer er meteen vanaf.